Zijn jullie alweer zover voor deel 7 van Nieuw Super Mario Bros. Wii? Wij gaan verder met wereld 4. En daarvan het allereerste deel. En wij gaan beginnen met wereld 4-1. Nogal een moeilijk level. Waar je nogal bezig bent met al die sterren munten. Zie je, daar heb je er al één. Ja, ik ga een beetje raar. Oh, dit ding gaat omhoog. Dit hoort ze vlots. Eerst termen binnen. Ja. Oké. Okay. Laten we de dingen even doen. Oh nee, toch niet nodig. Ik heb al pingy shoot. Oh, dit toch niet. Uh-oh. Mamma mia. Kom maar. Kom hier, fishy. No. Shut the fuck up! Oh, cool. Time to say goodbye. Motherfucker. I'm invisible. Don't you see that? Huh? Wow, dat was best wel pro. Oké, sterrenmunt nummer 2. In één keer nog wel. Normaal doe ik daar heel lang over. Rip. Wacht even, eerst de ding even. Doei doei. Kom maar bij jou. Oh nee, wacht even. Kom maar bij papa. Hij doet je niks hoor. Oh nee, de papa is bozer. Ja, nou weet ik nog niet hoe ik bij die secret pipe kom. Ja. Oh, hebben we daar zo'n... Hebben we daar zo'n secret voor dan? Ja, maar daar zit die sterrenmunt niet. Daar moet ik nu even niet op letten. Ja, oké, ik ben nog even gewend bij mijn vorige video, want ik heb deze video zo net ook gemaakt, maar toen was die mislukt. Krijg ik nou helemaal de kloten. Uh-oh, dit is niet goed wat ik doe. Laat het zo doen. Jij bent erin. Let's go! Zo, derde sterrenmunt. In één keer nog wel. Wacht even. Tripod staat niet goed. En als ik hier dood ging, jongen. Nou, ik heb nog de helft van mijn tijd heb ik nog over. Nou, ietsje meer dan 255 van de 500. Ja. Tripod staat nu nog beter. Oké, volgens mij moeten we nu weer een gevecht tegen die... Cheap Chomp? Twomp? Hoe kom ik nou weer? Twomp. Het is Womp. Oh, get red, Hoek. Oh, die was echt zo pro. Die was echt zo pro, jongen. Ik ben gewoon pro. Wist je dat al? Oh ja, dat heb ik zo net inderdaad al verteld. Laten we eerst... Wegen. Maakt niet zoveel uit welke ik eerst doe. Dan gaan we wereld 4-2 doen. Een athletic level. Met allemaal vliegende cheap-cheaps. Maar dat maakt niet uit. Ik ga ze allemaal dood maken. Ja, ik heb vuurkracht. Dus ik kan ze rippen.
Oh nee, toch niet. Oh, hier. Hotsevlots hebben toch. Let's go. Oh fuck. Fuck. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Goed dan. Doorgaan. Doorgaan, die stem boeit me niet zoveel. Nou, in één keer goed, hè? Zo doen we dat nou. Wow! Fuck! Kut cheap cheat. Ja. I'm going to rape you. Zeggen we dan. Uh-oh. Nou, dat ging ook niet net goed. Wow! Get wrecked. Son of a bitch. Lol. 378 seconden over. Gaan we dan naar wereld 4-3. De ene laatste level van deze, van dit filmpje. En dan gaan we door naar deel 8. Het laatste deel van wereld 4. Ah, nee. Dat was geen echte. Hé, heb ik al verteld dat ik waarschijnlijk middag een minder ga filmen? Omdat ik heb besloten om... Dat... Laat maar. Omdat ik heb besloten te gaan stoppen met filmen van laptop en zo. Je weet wel dat ik allemaal everybody edits ging filmen. Ja, ik dacht, zo weinig views. Ik dacht, ik ga eens beginnen aan een nieuw Super Mario Bros. 4 gameplay. Dat brengt misschien meer views op. Maar dat is waarschijnlijk ook niet zo. Maar dat gaat nog wel veranderen, denk ik. Hoop ik dan. Oké, een van mijn video's heeft nu 69 views. En dat is eigenlijk al best wel veel. Ga voor die 70. Ga voor de 70, weet ik. En ook voor het eerst gezien dat ik op één video 2 dislikes heb. Dat is toch echt best wel kut. Ik noem dat Rip Joek. Maar 70 views. Kom op je... Oh nee, nog beter. 100 views. Kunnen we niet voor 100 views gaan op één video? Bijvoorbeeld op deze. Oh, nog beter. 1000 views. 10.000. 100.000. 1 miljoen. 10 miljoen. Oh, als ik de 10 miljoen haal, jongen. Dan ga ik aan mijn ouders vragen of ik mezelf een keer moet filmen. Dat zou wel mooi zijn. Ik word bekend. Of toch niet. Misschien niet. De meest bekeken video van mijn gameplay is toch echt wel de eerste deel met 11 views. Wauw. En dat is echt super weinig voor een gameplay. Oh. No! Zelfs een van mijn gameplays die is echt bijna een week oud en die heeft nog helemaal niks. Fuck. Dat is deel 5. Wat zeg ik? Nee, dat is deel 3. Deel 3 is dat. Oh ja, Mario time. Mario met een hoog stemmetje. Hij zit nog vast... verleden, Mario van het verleden. Hij had nog een hoge stem. En hij was 10 keer zo klein. Zo, dit deel is ook niet zo lang, zie ik. Hij zit nu op 9 minuten 17. Lol. Gaan we het laatste level van deze gameplay gaan we doen. Het grote Mario. Oh, nee. Het ene laatste level. Nou, eigenlijk wel gewoon het laatste level. Maar dit level heeft ook nog een secret. Dus ja. Dan wordt eerst de secret. En dan echt de boss fight. Wat gaan we eerst doen? Piem! Oh nee, dat is toch echt wel
echt over iets heel anders. Vanaf nu, als ik een secret exit heb gehad, of ik doe het andersom, gaan wij het stukje tot de secret exit gaan we overslaan voor de tweede keer. Want ik heb geen zin om alles opnieuw te laten zien. Ja? Begrijpen jullie wel, hè? Wordt de video alleen maar langer. Huh. En dat willen we ook niet. Zo. Oh! Ik ben bijna geraakt. Ik ben geraakt. Oké, laten we weggaan naar de secret exit. En dan hebben we de sterrenmunt. Oh! En dit heb ik nou altijd op zulke momenten. We gaan hem overslaan, dit stukje. Oh fuck, ik kan niet goed drukken. Ik kan niet goed drukken. Jezus. Godverdomme. Secret exit, take 2. Actie. En nou is die wel gelukt. Ja, zag je waar je naartoe moest? Of zag je dat niet? Ja, boeien. Ik ga het niet nog een keer laten zien. Pech. Of je moet terugspoelen. Kan ook. Wow, dit is echt lekker als je dit doet. What the fuck? Ik heb die boss fight niet eens verslagen. Ja, nou kunnen we weer weg openen naar een kanon. En wij gaan een stukje overslaan van de fort, deel 2. Wij gaan nu op weg naar de boss fight. Over een seconde of 20 ben ik er. Ja, ik moet weer pauzeren. Hopelijk lukt het nu wel in één keer. Boss fight, take 1. Actie! Nou, we gaan de derde sterrenbunt pakken en hopen dat het lukt. Oh fuck, wat doe ik? Ja, gelukt, in één keer, hotseflots. Take 1, gelukt. Goed, wij gaan nu naar de boss fight. Ik heb gezegd met 20 seconden, maar dat bleek dus eigenlijk 40 seconden te zijn. Of misschien zelfs wel 50. De eerste vrouwelijke Koopa, Wendy O. Ik weet niet waar die over staat, vast voor een achternaam. Oh fuck. Lol, rip. Rip! Mario number one! Ben ik zo slecht in? Volgens mij heb ik nog 570 seconden over. Veel te veel. Wij gaan wereld 4-4 in het volgende deel maken. En dan zien jullie ook hoe ik Wendy ook Koopa versla. En trouwens, er zit nog iets tussen, hè, in deel 8. Maar dat zien jullie dan wel. Later. Ik heb niks meer te zeggen.